Is jouw zaterdagavond of niet? Oh, je moet werken. Goed. Even door naar het laatste muzieknieuws van de afgelopen week. We beginnen met Maan de Steenwinkel. Die is heel erg blij, want ze mag weer optreden. Ja. De coronamaatregelen zijn versoepeld. En er mogen in de Ziggo Dome in dit geval inmiddels 2500 bezoekers weer aanwezig zijn. Nou, oh, in de Ziggo Dome, ja. Dat is goed nieuws. Ja, ja, dat is natuurlijk maar een fractie van wat erin kan. Maar het is best wel concertwaardig. Maan is niet de eerste. Nielson maakte laatst ook al bekend dat hij op 9 juli als eerste artiest een optreden geeft in de Ziggo Dome. En Maan op 6 augustus. Sascha, is er iets voor jou? Een concert met zo weinig bezoekers? Nou, nee. Ik hou echt van als er gewoon superveel mensen zijn en gewoon allemaal in de space sfeer zijn. Dat, dus jij moet, gewoon met de vreemde kunnen zoenen op een gegeven moment. Nou, een beetje tegen ding. Nou ja, weet je, het voordeel is wel, als er zo weinig bezoekers zijn, als het zo ver van je afstaat, dan kun je er wel makkelijk overheen kijken. Dat is zeker waar. En het is ook een voordeel dat mensen niet zo snel op me stampen. Want ja, mensen zien mij ook makkelijker over het hoofd. Als guppie inderdaad. Ja, ja, als een guppie, ja. Leuk. Gaan we, ja? Heel leuk, zei ik. Leuk, ja, zeker leuk. Gaan we door met de K-pop groep Blackpink. Super populair moment. En hoe populair? Ze hebben laatst 2 records gebroken. Nou. Op YouTube. En dat hebben ze gedaan met de nieuwste single How You Like That. Die horen we later in de uitzending nog voorbij komen. De videoclip die werd in 24 uur meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube. En dat is nog niet eerder gebeurd. En het tweede record is, ook met die videoclip, is even kijken dat de première, wat dus gewoon live wordt bekeken, die trok 1,65 miljoen kijkers. En dat is ook nog niet eerder gelukt. Oké. Okay. Ben jij een beetje van de K-pop? Absoluut niet. Nee? Nee, dat doet me denken aan de 16-jarige klasgenoten van mij. Ja, ik wou zeggen, waar hou je dan wel van? Want daar hebben we net eigenlijk... Ja, maar hoezo niet K-pop dan? Wat vind je daar dan niet zo leuk aan? Nou, ik weet niet. Het trekt me ook gewoon niet aan. Het is gewoon... Heel veel mensen vinden dat aantrekkelijk, hoor. Ja, dat mag. Maar ik vind het gewoon... ik vind het niet aantrekkelijk. Ah, dit doet mij ook niks. Dat is het coronamedicijn. Als je het over Korean music hebt, dan heb ik liever baby metal of zo. Oh ja, baby metal, dat is ook inderdaad wel goud. Dit was BTS, dat hebben we ook wel eens in de uitzendingen besproken. Oh ja, maar dat vind ik niks. Nee, dat is niet zo. Ik moet zeggen, welke hadden we net ook weer over? Blackpink. Blackpink, ja. Ik moet zeggen, ik ken ze nog niet heel lang, maar ik vind ze gaan. Gaan. Ik kan het waarderen. Ja. Tot slot, Gerard Joling. Ja, dat die nog een keer in onze uitzending terecht gekomen. Die heeft een nieuwe single uitgebracht en dat is best wel bijzonder, want dat heeft hij samen gedaan met rapper Pook. Pook! Dorpsgenootje. Dorpsgenootje van mij inderdaad, ja. Het nummer heet We Gaan Raket Nu en dat gaat natuurlijk over het bekende ijsje. Pook is vooral bekend natuurlijk van het nummer 1,5 samen met Ali B, bij het grote publiek. Ja. En Gerard Joling, ja, die kennen we helaas allemaal wel. Hij is heel enthousiast over en eigenlijk is de videoclip, zag ik trouwens, ook best wel een beetje op ons lijf geschreven. Oh ja. Er zitten allemaal flamingo's in die clip. Ga hem zeker even checken. Ja. Volgende week zit hij uiteraard ook in onze televisieuitzending. Maar nu gaan we hem eerst even lekker helemaal draaien. Ja, we gaan als raket! We gaan raket nu. Ja, sorry. Oh, we gaan raket. Oh, sorry. Nu. Ja, nu. Nu. Geert Schelling en Pook. En we gaan als een raket nu. Oh, ik hoef niet nog een keertje te horen eigenlijk. Sascha, wat vond je ervan? Ik vond het verschrikkelijk. Waarom? Ja, nou sowieso, ik hou niet van dat gezeik. Dat was, Nee. Ja, niet van... Nee, dat kan je veel beter op andere plekken doen. Wat zeg jij nou allemaal? Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Nee, joh. Jawel. Het is wel liever op een andere plek gepookt worden. Ja, precies. Nou, je snapt het. Dankjewel, Rick, voor de aanvulling. En Gerard Joling sowieso. Dat... Maar jij houdt niet zo van dat... Nee, niet in een liedje. Ah, hier klinkt het anders. Ja!